voucher for the impulse subsidies. What kind of background material do they have for my press conference? I rest. You pick me up again at 6:15. Van groene economie is hij een van de belangrijkste mensen in de wereld. Jeremy Rifkin is een man met een verhaal. Dat komt goed uit, want wij willen een provincie zijn met een verhaal, met een goed verhaal. The key to the third industrial revolution is this is about a shift in infrastructure. When you bring together the information internet with distributed energy, you create an energy internet and a logistics internet to go with the information internet. And then embedded in a five-pillar infrastructure, renewable energies, convert all your buildings to micro power plants, put in hydrogen and other storage technologies, put in your energy internet, plug it into your electric vehicle and hydrogen transport, you've got a revolution. Revolution, third industrial revolution, revolutions. This third industrial revolution. Germany can do this, and Denmark can do this, Belgium can do it. And I have to say that this region here, this Limburg region, is ideally suited because you're a little bit ahead of the other some of the other regions. There's so much damn energy on this planet, we can provide for our species till kingdom comes. Bijzonder interessant, niet helemaal buiten verwachting. We kennen natuurlijk Jeremy Rifkin wel. Wat we moeten doen is, hij ligt absoluut in die richting. Je ziet daaruit dat dit ongetwijfeld ook de richting is waar Limburg moet naartoe gaan. De vraag is een beetje, hoe brengen we dat zo snel mogelijk in werking, qua infrastructuur, qua samenwerking. Dat is niet de uitdaging waar we voor staan, denk ik. Ik denk dat het zeer inspirerend werkt. Inspirerend omdat het eigenlijk de nieuwe layout voor onze provincie naar voren schuift. En ik denk dat dat voor ons allen toch wel de uitdaging is van hoe pakken we nu een aantal zaken op. En als ik dan kijk naar zijn verhaal, ook over die hele hernieuwbare energie, gecombineerd met die communicatietechnologie, wat eigenlijk zijn derde revolutie is, industriële revolutie. Wel, ik denk dat we in Limburg, maar ook in Genk, alle elementen hebben om daar volop op in te zetten. Ik lig er wel degelijk wakker van en ik ben er ook heel veel mee bezig. En in mijn bedrijven probeer ik ook onze mensen te motiveren om stap per stap, want dat gaat niet op korte termijn gebeuren, maar stap voor stap toch in die richting te ontwikkelen. Nu weten we wat we morgen vroeg moeten doen. We zitten in Limburg economisch moeilijk, maar er zijn zoveel uitdagingen waar Limburg het voortouw kan nemen. Dus waar wachten we nog op? Het is vooral een maatschappijvisie, ook een economisch model. En ik denk dat we in Limburg vanuit dat model natuurlijk moeten kijken welke heel concrete maatregelen kunnen we nemen. Ik denk dat het ook inderdaad tijd wordt dat we ook tot acties overgaan. De implementatie van cleantech is heel belangrijk en ja, daar willen we natuurlijk ook graag onze bijdrage aan leveren. Ik hoop met concrete ideeën naar huis te kunnen gaan over de nieuwe rol die jonge ondernemers kunnen spelen en welke rol er is weggelegd voor jonge wetenschappers. Meneer Rifkin geeft toch een heel positief toekomstbeeld en ik hoop dat we iets kunnen leren, ook voor Limburg. Ik verwacht dat wij concreet gaan toepassen wat er gisteren in de lezing besproken is. Dus over concrete ideeën, over hoe dat we de visie van Jeremy Rifkin gaan kunnen toepassen in Limburg. Ik verwacht vooral geïnspireerd te worden. Ik ben zeer nieuwsgierig naar de antwoorden en de oplossingen die meneer Rifkin waarschijnlijk aan ons gaat meedelen. Ja.
Ik vond het heel boeiend en ook heel inspirerend. En ik denk dat de eerste stap is om net ongewone mensen bij elkaar te brengen, ongewone partners, om die verbindingen te leggen. Zoals Jeremy Rifkin ook zegt, we have to connect the dots. En ik hoop dat dit hier een mooie eerste gangmaker was. Iets dat kan bloeien naar meer.